Mijn opvolger die had een probleem met de bemanning en belde mij op of ik wilde helpen. Nou ja, het was natuurlijk bekend terrein voor mij, dus daar heb ik ja op gezegd. Het was natuurlijk een smoes. Samen met 17 anderen werd voormalig kabinetchef Hein van Woerden dinsdag koninklijk onderscheiden. Tussen 1982 en zijn pensioen in 2014 was Van Woerden verantwoordelijk voor de lintjesregen in Leiden. Dat is toch een heel raar gevoel. Hè? Je hebt altijd voor andere mensen gezorgd en dat met ongelooflijk veel plezier gedaan. Ik heb één ding van geleerd. Hoe ontzettend veel mensen actief zijn en zo ongelooflijk belangrijk werk doen. Ook de Leidse grachtenduiker Aaf Verkade werd geridderd. Zij kwam eigenlijk naar de Hooglandse Kerk om een vissen-expert te spreken. Die doet onderzoek naar vissen, hoe die reageren op watertemperaturen en verschillende soorten voedsel. En dat doet hij in aquaria. Aangezien ik zelf 14 aquaria heb, zei ik van nou ja, daar wil ik meer over weten. Dus ik had allemaal vragen voor hem voorbereid. Want ik zei, wat als je er een hebt die heel erg houdt van gewoon alleen maar in een bubbelbad liggen. Dan moet je natuurlijk ook een paar alternatieve vissen hebben die zeggen, nou wij houden meer van schaatsen. Vandaag draaide het een keer niet om de vissen in de stad, maar om Verkade zelf. Iets waar de snorkelaar maar lastig aan kan wennen. Het is niet voor mezelf, hè? Het is voor al die honderden mensen die al jaren meedoen met onderwater in Leiden. En ieder op zijn eigen manier de grachten mooi in het beeld zetten. Dus het is voor iedereen deze prijs. En met een koninklijke toast en een receptie werd de feestelijke ochtend afgesloten. Voelde u geen nattigheid? Nou, eigenlijk wel een beetje. Hè? Maar het is wel uitermate bijzonder als je het overkomt.